Minister Stefan Tsang van Handel, Industrie en Toerisme zei vandaag in de Nationale Assemblée dat, hoe moeilijk de crisis ook was voor Suriname, het toch goed is geweest. De bewindsman gaf aan dat de crisis een duidelijke wake-up call is, dat wij als land niet te veel moeten leunen op de mijnbouw. We moeten gaan diversificeren. In het verleden zijn we verwend geraakt met de mijnbouwinkomsten en de ontwikkelingshulp en we hebben niet geïnvesteerd in de toekomst. We moeten beseffen dat we nu op eigen benen staan en dat we nu echt het nest uit zijn. Laten we als Surinamers niet alles afkraken, maar focussen op wat er is bereikt en wat we samen kunnen bereiken. Het gaat de goede kant op met ons land, mevrouw de voorzitter. Zaken die niet goed zijn, worden aangepakt en we komen langzaam maar zeker uit het dal. Toerisme is bij uitstek een sector die slechts tot ontwikkeling kan komen indien een ieder meewerkt. Daarom is het ministerie vorig jaar gestart met een bewustwordingscampagne Suriname Think Tourism om de Surinamers bewust te maken wat er nodig is als we toerisme in Suriname willen ontwikkelen. Het gaat om een mind change en een integrale aanpak. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het feit dat we met 93% het meest bosbedekte land in de wereld zijn. Suriname heeft in februari de eerste HFLD, High Forested Low Deforestation Countries, conferentie gehost door de coördinator milieu van het kabinet. En het was een unicum en het evenement was zeer geslaagd. Suriname heeft de aandacht getrokken van de wereld en we moeten het momentum niet verliezen. Tsang ging in op de kwestie van de export van hout en de smokkel van sigaretten. De bewindsman gaf aan wat de economische controledienst in zulke gevallen doet. Indien bij controlewerkzaamheden van de ECD geconstateerd wordt dat er sprake is van smokkelsigaretten, worden deze in beslag genomen, waarna beslagname wordt opgemaakt en afgestaan aan de afdeling fraude van het Korps Politie Suriname. Als nood geef ik aan dat de douane grondiger, efficiënter zal moeten efficiëren. Maar het gaat niet alleen om sigaretten en hout waar we inkomsten derven. Het gaat voornamelijk om de smokkel van sigaretten, hout, drank, brandstof, medicijnen. Daarnaast verboden middelen als drugs, kwik, pesticiden, wapens, etc. De controle bij de havens is belangrijk. Het is een aangelegenheid van HINT, OWTC, ROGB en Financiën, Juspol. Het ministerie is bezig met de betrokken ministeries en instanties een plan uit te werken om smokkel tegen te gaan. Er is een samenwerking van HINT met Juspol, Financiën, OWTC, Binnenlandse Zaken en deze de Kustwacht, Defensie en DNV om een plan van aanpak te maken om smokkel tegen te gaan. Tot zover minister Stefan Tsang van HINT. Hij sprak vanmiddag bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée.